Welkom. In deze video ga ik uitleggen hoe je je rekenmachine kunt goedzetten voor natuurkunde en NASC 1. Eigenlijk voor de meeste beta vakken wel, maar ik ga even concentreren op natuurkunde NASC 1. Want ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen voor die andere vakken. Nou, er zijn best wel wat rekenmachines die ik ga behandelen in deze video. Als eerste begin ik met de Casio FX82MS. Die ziet er zo uit. En ik bespreek dan ook gelijk de tweede editie ervan. Dus als je één van deze twee rekenmachines hebt, dan ga ik die bespreken. Daarnaast ga ik deze ook bespreken, de Scientific Calculator. Dus als je die hebt, dan heb je ook iets aan deze video. Ik ga deze uitleggen, de Casio FX85EX. Die ziet er zo uit. En als laatste ga ik deze ook nog uitleggen, de TI30XB. Dus ik ga van deze vijf rekenmachines, waarbij ik die twee Casio's bovenin, ga ik samen behandelen, omdat die eigenlijk hetzelfde werken. De eentje is alleen iets nieuwer. Maar van deze ga ik dus alles uitleggen. En als je nou op zoek bent naar, waar in de video moet ik zijn, check even hierboven. Hierboven zie je precies wanneer ik met welke rekenmachine begin. En ik begin met de Casio's FX82MS. Dus dat is deze rekenmachine. Hier ga ik mee beginnen. Ik heb even deze laten zien, maar ook de oude versie, die werkt precies hetzelfde. En ik ga als eerst even uitleggen hoe je hem goed moet zetten. Wanneer je hem krijgt, staat hij namelijk niet in de goede modus. En je moet hem dus eerst in de juiste mode zetten. Daarvoor moet je drie keer op het knopje mode drukken. Dat zie je hier. Dus je drukt op mode, mode, mode. Dan kies je het getal 3 en dan kies je het getal 2. Dan staat hij goed, zodat hij altijd de getallen zo laat zien zoals jij ze ook gewend bent om te zien en niet met rare machten gaat werken. Mocht je nou in de bovenbouw zitten, dan kun je ook drie keer mode 2, 4 gebruiken. Dan laat hij de wetenschappelijke notatie zien. Maar in de onderbouw zou ik aanraden om die bovenste te gebruiken. Je kan wel even zien wat het verschil is door gewoon steeds tussen mode te wisselen en gewoon even een berekening te doen. Nou, daarnaast kun je ook met deze rekenmachine terugkijken naar vorige formules die je gedaan hebt. Daarvoor moet je eerst even de rekenmachine goed zetten. Je drukt weer één keer op mode, dus op dat knopje. Dan kies je 1. Dan kies je 1 en dan zie je dat, dan staat hij goed. En dan kun je met pijltjes naar boven en naar beneden kun je eigenlijk kijken naar de history. Dus naar de geschiedenis van al je formules die je gedaan hebt. Nou, het tweede, een derde eigenlijk, waarbij je deze rekenmachine een beetje irritant is als je hem koopt. Hij staat in de verkeerde punt, komma. Dus de punt, of de komma en de punt staan verkeerd om. Die staan namelijk op zijn Amerikaans. Daarbij hebben ze in plaats van punten tussen de 1000 tekens, hebben ze komma tussen de 1000 tekens. En vooral in de onderbouw merk ik dat veel leerlingen met het maken van de toets door in de war raken en daardoor een getal verkeerd opschrijven. Nou, gelukkig kun je dit ook goed zetten. Dus dat de punten tussen de 1000-tallen staan en de komma echt aan het einde van het getal staan. Daarvoor moet je 4 keer op mode drukken. Dan druk je op het knopje 1. Dan ga je pijltje naar rechts. En dan kies je het knopje 2. Dus je doet 4 keer mode, dan kies je 1, volgens mij is dat disp. Dan ga je naar rechts en dan kun je dot, comma kiezen en dan kies je comma, oftewel 2. En dan staat hij goed. En hoef je niet iedere keer te doen, als dat allemaal gedaan is, dan blijft hij ook gewoon goed staan. Daarnaast moet je rekenmachine in graden staan. Vooral in de bovenbouw is dat van belang. In de onderbouw gebruik je die nog niet zo heel veel, maar wel bij bepaalde formules. Dus en hij moet eigenlijk standaard in graden staan. Nou, wat moet je dan doen? Je doet 2 keer mode en dan kies je 1. Dus je doet mode, mode en dan kies je 1. Dan staat hij in graden. Dat is eigenlijk in het Engels degree, dus dan zie je ook in je beeldscherm een klein d'tje staan. Soms, en dat is in de bovenbouw, moet je in radialen werken. En alleen dan moet je hem even daarin zetten. Dat is 2 keer mode en dan kies je 2. Maar als je geen idee wat radialen zijn, standaard in graden laten staan, die rekenmachine. Nou, en als laatste, je kunt ook moeilijke getallen opslaan in de rekenmachine. En die getallen die kun je dan hergebruiken. Dus dan hoef je ze niet steeds over te typen, dan hoef je ze niet te onthouden. Je kan getallen gewoon opslaan. En dat kan super handig zijn voor lastige berekeningen met moeilijke getallen. Nou, hoe doe je dat? Stel je voor, je hebt een berekening gemaakt en je wilt dat antwoord opslaan. Dan klik je als eerst op ANS. Dus dan klik je op je antwoord van de vorige berekening. Dan klik je op Shift, die zit daar. En dan klik je op RCL, die zit daar. En eigenlijk doe je dan niet RCL, maar je doet dan STO, die erboven staat. En dat betekent store, oftewel opslaan. Nou, en dan kies je een van deze knopjes. Van deze knopjes, want daar bovenin staat A, B, C, D, E, F. En als je dat doet, dus stel je voor je kiest dat minnetje tussen haakjes, dan staat er een A'tje boven. Dan sla je dat getal op in A. Nou, als je dat gedaan hebt, dan heb je dus dat moeilijke getal opgeslagen in A.
En zo kun je bijvoorbeeld ook een moeilijk getal opslaan in C of in D. En zo kun je verschillende getallen opslaan en die rekenmachine onthoudt dat dan. Als je dan wil gaan rekenen met dat moeilijk getal, dan kun je dat opgeslagen getal gewoon gebruiken door op alpha te drukken, dat is hier. En dan door op een van deze knopjes te drukken. Dus stel je voor dat je alpha met minnetje met die tussenhaakjes doet, dan ontstaat, verschijnt er een A in je beeldscherm. En dat A is gewoon dat getal. En dat kun je gewoon in berekening gebruiken. Je kan bijvoorbeeld dan A plus 2 doen of keer 3. Je kan zelfs A keer B doen. Dus dan onthoudt je rekenmachine al die moeilijke getallen. En dat kan heel handig zijn voor lastige getallen. Dat is eigenlijk de belangrijkste dingen voor deze rekenmachine om die goed te zetten. En die werkt dus voor de Casio 82MS, maar ook voor de Second Edition. Alleen die knopjes die zien er ietsjes anders uit, maar die zitten wel op dezelfde plek. Nou, dat was deze rekenmachine. Ik ga nu door naar de volgende rekenmachine. Je kan gewoon blijven kijken om mee te kijken. En zo niet, dankjewel voor het kijken. Maar ik ga door naar de volgende rekenmachine. De Scientific Calculator. Nou, als eerste moet je hem in de juiste mode zetten. Wanneer je hem koopt, zit hij niet in de goede mode. Daarvoor doe je 3 keer het knopje mode. Die zie je daar. Vervolgens klik je het getal 3 en het getal 2. Dan staat hij in de juiste mode. Dus dan zullen de antwoorden er zo uitzien zoals je ze ook gewend bent. Je kan antwoorden ook terugkijken. Daarvoor moet je ook weer een mode selecteren. Daarvoor moet je mode, 1 keer mode drukken en dan kies je 1. Stel je voor dat je dan een berekening hebt gedaan, dan kun je met pijltjes naar boven kun je kijken welke berekeningen je allemaal gedaan hebt. En eventueel kun je met pijltjes links en naar rechts kun je daar aanpassingen in maken en de berekening nog een keer doen. Stel je voor dat je foutje hebt gemaakt of je niet de hele berekening opnieuw opschrijft, kun je gewoon eventjes kijken. Daarvoor moet je hem dus eerst mode en dan 1 drukken. Dan hoef je niet iedere keer te doen als je de rekenmachine opstart, alleen 1 keer. Nou, als je deze rekenmachine koopt, staan standaard de punt en de komma verkeerd om. Vet irritant. Hij staat op zijn Amerikaans. Dus in plaats van dat tussen de duizendtallen een punt zit, zoals in het Nederlands, zoals in volgens mij heel Europa, dus in de rest van de wereld, behalve in Amerika, staat er een komma tussen. En ik merk dat als mijn leerlingen vooral de onderbouw toetsen maken, dat ze daar fouten in maken. Dus zet hem alsjeblieft goed. Hoe doe je dat? Je drukt 4 keer op mode, dus het knopje wat aangewezen wordt. Dan kies je het getal 1, dat is DISP. Staat er dan. Dan ga je naar rechts, dus je doet pijltje naar rechts. En dan kies je het getal 2. Dat staat dan komma met een C. Nou, als je dat gedaan hebt, dan staat hij goed. Dan hoef je niet iedere keer te doen, maar dan blijft hij gewoon goed staan. En je zult dan zien dat als je een heel groot getal hebt en je drukt op het enter of op is, dan zie je dat er tussen de duizendtallen een punt staat en helemaal aan het einde staat een komma. En zo hoort het. Hij moet in graden staan. Dat is eigenlijk het fijnste. Dat is hetgene waar we het meest in werken. In het Engels is dat de degree. Daarvoor moet je 2 keer op mode drukken. Dus mode, mode. En dan kies je het getal 1. Dat is eigenlijk de standaard waar die in moet staan als je met hoeken werkt. Heel soms moet je met radialen werken. Maar dat is volgens mij alleen in de bovenbij bij 1 formule. Dus echt maar heel soms. Dan moet je weer 2 keer mode drukken en dan moet je 2 kiezen. Maar hou hem gewoon standaard in de graden. Als je hem in graden hebt gezet, in het Engels degree, dan staat er ergens in je beeldschermpje een heel klein lettertje D. En dan weet je dat hij goed staat. Dan hoef je er voor de rest ook niks meer aan te doen. Nou, een van de dingen die deze rekenmachine kan, wat niet veel mensen weten, is dat je getallen kunt opslaan. Dus stel je voor dat je een moeilijk getal hebt uitgerekend en je weet dat je daar nog mee moet gaan rekenen, dan kun je dat opslaan. Nou, dat is niet zo makkelijk. Ik laat je even zien. Als je dat eenmaal weet, dan gaat het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Maar hoe doe je dat nou? Nou, stel je voor je hebt een getal dat je wil opslaan, wil je als eerst ans hebben, dus dan wil je dat getal hebben. Dus je hebt een berekening gedaan, heel moeilijk, dan wil je ans hebben, oftewel het antwoord, answer. Daarvoor druk je als eerst hier op ans. Dan verschijnt ans in je beeldscherm. Dan wil je dat getal opslaan, dan druk je shift, dat staat daar. En dan druk je RCL, die staat daar. En dan gebruik je eigenlijk niet de RCL, maar hetgene wat erboven staat. En dat is STO en dat betekent store, oftewel opslaan. Dus dan ga je hem opslaan en dan kun je kiezen uit de letter A tot en met F. Nou, die zijn een beetje verspreid over de rekenmachine. Je ziet ze hier. Dus ik heb ze even omcirkeld en je kan één van deze knopjes kiezen. Dus je kan de kos, de sin, de hip, de tan kun je kiezen. En dan, wat hij dan doet is, dan zul je ans pijltje en dan een letter zien in je beeldscherm. En dan heb je hem opgeslagen in die letter. Je kan voor zekerheid nog is drukken, maar dat hoeft niet. Hij is dan opgeslagen. En dan kun je dus in plaats van met dat grote getal, kun je met die letter gaan werken in je rekenmachine. En dat is een stuk makkelijker. Dus als je dat opgeslagen getal wil gaan gebruiken, dan druk je op alpha, dus dat is hier. En dan druk je op een van die letters, degene die je wilt gebruiken. Dus stel je voor dat je dan alpha sin doet, dan verschijnt er een D in je beeldscherm. En het getal wat je dan hebt opgeslagen in D, die wordt dan gebruikt. En je kan bijvoorbeeld dan keer 2 doen, of gedeeld door 4, of plus 5. En dan doet hij dat getal als het ware plus 2, of keer 3, of gedeeld door 5. Afhankelijk van wat je hebt opgeslagen in dat getal. Voor moeilijke getallen is dat handig en heb je dus minder kans dat je typfoutjes maakt.
Nou, dat waren even de belangrijkste functies en modussen voor de Scientific Calculator. Je kan blijven hangen om te kijken naar de rest van de rekenmachines. Maar als je die niet hebt, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je er nu vandoor gaat. En dan wens ik je alvast heel veel succes met natuurkunde en dankjewel voor het kijken. Ik ga nu door naar de volgende. Yes, de Casio XFX85EX. Nou, even als eerste, hij moet in de juiste mode staan. Als je hem hebt aangeschaft, dan staat hij vaak niet in de juiste mode. Nou, hoe doe je dat? Als eerste druk je op Shift, die zit daar. En dan druk je op Setup, die zit daar. En dan zijn er nu een paar dingen die je moet kiezen. Als eerste doe je 1, 3, of gewoon 1, 3. En dan heb je in ieder geval het eerste juist gekozen. Vervolgens doe je weer Shift Setup. En dan doe je 3, 3, 2. Ik durf niet aan mijn hoofd te zeggen wat er allemaal onder staat. Ik heb deze rekenmachine zelf niet. Ik heb deze foto van een leerling gemaakt. Maar ik heb het wel gecheckt in de klas. Maar dan staat hij in ieder geval in de goede mode. En als het goed is, zul je dan ook zien dat alle antwoorden die je erin doet logisch zijn. Nou, vervolgens moet hij in graden staan als hij dat nog niet staat. Daarvoor doe je weer Shift Setup. En dan kies je 2, 1. En dan staat hij in graden. Dat is eigenlijk 99% van de keren hoe die moet staan als je met natuurkunde NASC 1 werkt. Heel af en toe moet hij in de radiale staan. En bij 1 van in de bovenbouw zo, dan doe je weer Shift Setup. En dan doe je 2, 2. En dan staat hij in de radiale. Nou, daarnaast kun je met deze rekenmachine getallen opslaan. Als je een moeilijk getal hebt en je wil dat getal niet het moeten overtypen, of je bent bang dat je daar foutjes in maakt, dan kun je daar getallen in opslaan. Nou, hoe doe je dat? Stel je voor, je hebt een berekening gemaakt en je wil dat getal opslaan. Dan doe je ans. Dat is dit knopje. Dan staat er ans in je beeldscherm. En dan ga je dat opslaan. Dat doe je door sto te doen. Die staat daar. En vervolgens een van deze knopjes te kiezen. Want dan zie je boven die knopjes zie je A, B, C, D, E, F staan. Dat getal wordt dan opgeslagen in een van die letters. Dus stel je voor dat je sin kiest, daar staat de D boven, dan wordt dat getal opgeslagen in de letter D. Dus in plaats van dat je dan getal de hele tijd moet opschrijven, kun je gewoon letter D klikken. Nou, hoe doe je dat dan? Als je een opgeslagen getal wil gebruiken, dan klik je op alpha, het rode knopje, en dan klik je op een van deze letters. Dus als je de D wil gebruiken, klik je op sinus, dan verschijnt de letter D in je beeldscherm, en daar zit dan het getal in wat je daarin hebt opgeslagen. En dan kun je bijvoorbeeld keer 2 doen, of gedeelde 4, of plus 2. En dan wordt die letter met dat getal erin eigenlijk keer 2 gedeelde 4 plus 2 gedaan. En dan krijg je een antwoord met dat asgetal. Dus op die manier kun je dus heel moeilijke getallen, heel lange getallen, kun je opslaan in een letter. En kun je dus met die letters werken. Nou, dat was even in het kort de Casio FX85EX. Ik ga nu door met de volgende rekenmachine. Je kan eventjes bij mee blijven kijken. Zo niet, dan dankjewel voor het kijken. De TI-30XB. Nou, hoe ga je deze goed zetten? Als eerste, als je hem hebt gekocht, dan staat hij niet altijd in de goede modus. Dus we gaan hem eerst even in de juiste mode zetten. Daarvoor klik je één keer op mode, dat is dit knopje hier. En dan kies je norm, je kiest float, je kiest math print. En dan heb je hem goed gezet. Dus je kiest norm, float en math print. En als het goed is, als je dan een getal intoetst en je doet de berekening, dan verschijnt er iets wat je ook snapt. Nou, dan gaan we door naar graden. Als je berekeningen maakt met graden, dan moet je rekenmachine ook in graden staan. Daarvoor doe je één keer mode, dus weer datzelfde knopje, en die kiest degree. Dat is in het Engels graden. Heel af en toe moet je met radialen werken, bij één formule in de bovenbouw. Dan doe je weer één keer mode en dan kies je rad. Vergeet niet om hem dan weer terug te zetten naar degree of naar graden als je klaar bent. Maar over het algemeen, eigenlijk 99% van de keren moet hij in graden of het staan, oftewel degree. Nou, dan gaan we getallen opslaan. Soms heb je een moeilijk getal. Een antwoord van een vraag die je later moet nog hergebruiken. En dan kun je dat getal gewoon opslaan in je rekenmachine. Super handig, dan hoef je dus niet het hele getal te onthouden. Dat doet je rekenmachine dan voor je. Nou, wat doe je dan? Je doet ans. Dus je hebt bijvoorbeeld een moeilijke berekening gemaakt. En je wil dat antwoord opslaan. Dan doe je ans. Dus je doet second ans. Die staat daar. Dan staat de ans in je beeldscherm, oftewel answer. Wat je dan doet, is je doet sto. Dat is dit knopje hier. Dat betekent store, oftewel opslaan. En je kiest hier dit knopje. En je kan dan kiezen X, Y, Z, T, A, B, C. Die kun je dan kiezen door gewoon dat knopje meerdere malen in te drukken. En dan kun je de letter kiezen waar je hem wil opslaan. En dan wordt hij daarin opgeslagen. En in plaats van dat je dan dus met dat getal moet doorwerken, kun je gewoon met die letter doorwerken. Nou, hoe doe je dat? Nou, een opgeslagen getal gebruiken. Wat je dan doet is je klikt gewoon weer op die X, Y, Z, T, A, B knop. Totdat je de letter krijgt die je wil gebruiken. Doe je bijvoorbeeld plus 2. Dan wordt dat getal wat erin zit plus 2 gedaan. Dus dan hoef je niet meer met dat getal te werken, maar met die letter.
Superhandig bij irritant lange getallen en een veel kleinere kans dat je dan foutjes maakt. Volgens mij was dat de laatste rekenmachine. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je hier wat aan had. Als je nog meer vragen hebt op de rekenmachine, kun je ze gewoon in de comments stellen. Ga ik ze proberen te beantwoorden. Maar ik heb niet alle rekenmachines thuis liggen, dus het is niet altijd even makkelijk voor mij. Heel veel succes met het gebruik van je rekenmachine bij natuurkunde en NASC 1. Dankjewel voor het kijken.